Dames en heren, normaal hebben wij lange pauzes, maar de lieder loopt alweer, dus... Ja. Nee. Wacht, hè. Ja. Moet jij even zo doen. Dankjewel en goedenavond. Topnames iedere week normaal gesproken vanuit de Fast Moving Targets studio in Music U in Amsterdam-Oost. Daar ben je natuurlijk ook van harte welkom als je eens een keertje wil kijken hoe we dat in de hele kleine setting doen. Af en toe doen we topnames on stage. Dit is de tweede keer. We zitten in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. En we zijn Roland Stekelenburg en Erwin Blom, die, zoals je weet of wellicht niet weet, wekelijks met de digitale voorhoede creatieve, innovatieve mensen spreken over onderwerpen die ons interesseren. Marijke Krabbenbos is te gast. Welkom. Welkom. Dank je. Je bent, als ik het zelf kort samenvat, van Colors. En ik zeg dan met 100 vrouwen die je €500 lenen, ben jij een kledinglijn voor vrouwen begonnen. Doe ik je dan voldoende recht? Ja hoor, ja, dat mag. Ja. En we hebben elkaar wel eens eerder ontmoet. En ik vind dat het prachtige aan het... aan jouw verhaal, hè? Want als ik het zelf eventjes kort mag vertellen. Die 100 vrouwen hebben jou €500 geleend die ze met rente terugkrijgen. Dus het is niet zoals bij veel andere crowdfunding trajecten dat je zeg maar intekent op een horloge of wat dan ook. Maar die vrouwen spelen een hele belangrijke rol, niet alleen in de financiering, maar in eigenlijk alles wat Colors doet. Ja, het zijn natuurlijk ook ambassadeurs. Het zijn ook mensen die op verjaardagsfeestjes vertellen dat ze investeerder zijn, wat ze normaal in het dagelijks leven niet zijn. En het is natuurlijk gewoon een heel erg leuk verhaal om te vertellen. En crowdfunding is nog bijzonder. Dus ze helpt daarmee ook het verhaal, zoals jij de gitaar aan de man brengt door er enthousiast over te vertellen. Zo vertellen zij enthousiast over de t-shirts. Waar de t-shirts helemaal geen uitvinding zijn, maar door het met crowdfunding gefinancierd te hebben, is het absoluut een goede marketing tool geworden. Ja, jij geeft je investeerders, nogmaals, 100 vrouwen maal €500. Er zitten een paar mannen bij. Een paar mannen. Ja. 4% rente per jaar, wat je na 4 jaar terugkrijgt, gegarandeerd. 40% korting op alle artikelen in je webshop. Ja. Uitnodigingen voor serieuze interactieve investeringsbijeenkomsten. En de naam op de website. Ja, en een nieuwsbrief. Ik ben vooral benieuwd naar die investeerdersbijeenkomsten. Oh, dat zijn gewoon leuke. Hoe gaat zoiets? Dat zijn gewoon hele leuke netwerkbijeenkomsten. Ik ben zelf... Ja, maar wordt daar serieus gesproken over de strategie van jouw bedrijf? Voor wie het niet weet, misschien kunnen we de website er even bij zetten, Peter. Jij verkoopt vrouwenkleding in alle soorten van kleuren. Ja, dat ja. was jouw ik idee, had zelf behoefte aan een t-shirt wat ik niet kon vinden in de winkel. Toen dacht ik, waarom is het toch niet... Gewoon een simpele lijn, t-shirts in veel kleuren, die niet aan mode doet, maar die gewoon er altijd leefbaar is. Je hebt er zelf een aan. Ik heb er zelf natuurlijk een aan, hemelsblauw. En dat ben ik begonnen. En dan mouwloos, kort mouw, driekwart mouw, geen lange mouw, alle mouwlengtes, 2 halslijnen. En op de lancering, wat helemaal niet catwalk was, waar helemaal geen modellen waren, waar helemaal geen modejournalist was, maar gewoon lancering van mijn kledinglijn, waren wel mijn investeerders. En die vond het heel erg leuk om te zien, goh, wie zijn nou die andere investeerders? Ik had stickers gemaakt, gewoon naamstickers. En als je er met je geld in zat, dan had je een rode stip. Dus, oh, jij zit er ook met je geld in. Oh, nou, ze vond het gewoon heel erg leuk om elkaar kennis te maken. Ik zei, neem vooral ook je visitekaartje mee en vertel gewoon wat je doet. Nou, en een half jaar later had ik een magazijnverkoop waar ook de investeerders werden uitgenodigd. En een jaar later, ik heb net mijn 1 jaar bestaan gevierd. Dus het is gewoon een leuke informele borrel waar de investeerders... elkaar ook kunnen ontmoeten. Ja, dus het idee dat je invloed uit kunt oefenen als investeerder, eigenlijk is dat niet zo. Nee, dat is er wel, want ik stel ze heel vaak vragen aan Nieuwsbrief. Ik heb dit plan, wat vind je ervan? En op mijn 1 jaar bestaan had ik een paar nieuwe modellen. Die zijn allemaal doorgepast en waar ze een opmerking bij hebben geschreven. Dus ik vraag ze absoluut ook dingen. Ik presenteer geen cijfers, daar wordt ook niet om gevraagd, maar ik hou wel gewoon één keer 1 à 2 maanden in een nieuwsbrief vertel ik de nieuwe plannen. Goh, ik zit met Weekamp aan tafel. Nou, spannend. Iemand zegt, goh, ik ken toevallig iemand bij Weekamp. Die en die tip. Of ik heb ook wel eens met Weekamp gesproken. Dus zo haal ik A, informatie bij ze op. En B, neem ik ook een mening mee. Zoals in die theorieën van de crowdfunding vaak gezegd wordt, de ultieme testgroep voor marktonderzoek. Ja, het is ook absoluut een testgroep. Ja, absoluut. Ja.
En er mogen ook wel nieuwe klanten bij die later pas van Collis hebben gehoord. En die ook hun meningen naar me twitteren en mailen. Dat vind ik ook heel erg fijn. Dus ik behandel ze niet heel erg apart dan mijn nieuwe vaste klanten die geen investeerder zijn. Hoe is je eerste jaar buiten dit crowdfund gedeelte gegaan? Ja, goed. Zij vragen er niet naar, maar ik wil het wel graag weten. Ja, goed. Ja. De olievlek is steeds groter verspreid. Wat de ideale klant doet, die bestelt eerst gratis deze staalkaart, waar dus alle stoffen op zitten, omdat beeldscherm afwijkt van werkelijkheid. En ik zeg, kleur is belangrijk. Dus heel vaak neem je hem uit de envelop thuis en dan denk je, ik dacht dat hij veel roder zou zijn. Dus daarom heb ik dit gemaakt. Dus de ideale klant bestelt dit gratis op de website of vindt het ergens in een goodiebag. Ik heb voor alle dames in de zaal vandaag ook uiteraard bij me. That's the spirit. Daarna bestelt ze 1 shirt en daarna bestelt ze 8 shirts. En dan is ze voor een half jaar wel weer even klaar. Maar dan komt ze een half jaar later wel weer terug. En daarvan komen er gelukkig steeds meer. Ja. Hey, jij hebt dit 1 keer gedaan. Vaak zie ik mensen ook met successen eigenlijk daarna zeggen van nou eens, maar nooit meer. Het levert me heel veel op, maar hoeveel energie die het me gekost heeft. Nee, ik zeg steeds the best of both worlds. Want met 1 investeerder, wat ook had gekund, heb je 1 netwerk, 1 hoofd en een bak met geld. En iemand die invloed wil. En ik heb 100 mensen met 100 hoofden, 100 netwerken. En ze hoeven niet eens mee te beslissen. Dus ik heb wel hun geld, maar ze hebben geen stemrecht. Maar ik kan wel van hun netwerken en hun hoofden crowdsourcen. Kan ik wel van profiteren. Ik hoorde net dat het ongelooflijk veel tijd en energie kost om te crowdfunden. Ja. Jij noemt het trouwens customer-based funding, zag ik, op je website. Ja. Zullen nuances verschillen? Ja, ik zei, wil je dat dit er komt? Ik heb het echt vermarkt. Wil je dat dit er komt? Doe dan mee. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon... Maar ging het makkelijk voor je gevoel om die mensen erbij te krijgen? Ja, ik zat midden in mijn doelgroep. Ja. De 30-plus werkende vrouw. Daar kende ik er zelf heel erg veel van. Hoe heb je die bereikt dan? Ja, ik had al een eigen groot netwerk opgezet voor werkende vrouwen. Okay. Dus daarvan, die kon ik aanmailen, zeg maar, en benaderen. Daarnaast deed ik al Twitter, LinkedIn en Facebook. En de persberichten die ik over uitstuurde. Ik heb 3 persberichten uitgestuurd. Nieuw kledingmerk gaat crowdfunden. Nou, dat is nieuws. Dat werd ook wel opgepikt. Nieuw kledingmerk heeft succesvol gecrowdfund. Nou, dat was ook wel nieuws. Ja. Dus het ene kwam in de Volkskrant en het tweede kwam in een ander blad. En nieuw gecrowdfund kledingmerk gaat van start. Dat kwam in de NRC en de NRC Next. Ja. Dus nou, dat helpt ook wel, moet ik zeggen. Ja, nu met het boek van Erwin en alle andere dingen ontstaat er natuurlijk weer een totale hype om dat crowdfunden. Door dat boek. Hoe kijk jij daar tegenaan als ervaringsdeskundige? Ik geloof heel erg in crowdfunding. En ik zeg ook, het is van alle tijden. Maar ik geloof ook dat bewoners de slager in hun straat zouden kunnen crowdfunden. Dat de bewoners op Eiburg, die graag een zwembad willen, Eiburg, de nieuwe wijk in Amsterdam, dat die met z'n allen dat zwembad daar zouden kunnen realiseren. Dus ik geloof dat, rijkdom is natuurlijk gewoon oneerlijk verdeeld. En er zitten met heel veel kleintjes maak je wel een grote. En je moet alleen wel aan de juiste mensen vragen. Ik ging vaak naar een concertje van een vriendin van mij die klassiek zingt, omdat ik het zo sneuvel dat zij haar kaartjes niet verkocht kreeg. Maar ik hield niet van die muziek. Ik zei, meid, je moet die kaartjes zien te verkopen bij mensen die van jouw muziek houden. Ik zat daar dus met een soort gunfactor niet te genieten. Ik denk, ja, dat is ook een mismatch. Dus zoek de mensen op die van jouw product houden. Dus Haarlem moet gewoon heel erg... Ja, die kidscafé moet heel erg de moeders en vaders in Haarlem benaderen. Dus je moet wel heel erg, vind ik, je eigen doelgroep, je klantendoelgroep benaderen voor crowdfunding. Ik heb inmiddels een hele serieuze vraag van mijn naamgenote Roland P. Ja. Die vraagt, wanneer komt de herenlijn? Ja, die vraag krijg ik vaker. Maar heren houden niet zo heel erg veel van kleur. Die gaat het meestal om de print. Die doen ook niet aan elastan al te veel. Dus ik blijf bij de dames. En het perfecte heren-t-shirt is al gemaakt door een andere partij. Ik doe ook niks met kinderen. Ik blijf alleen maar bij de dames. Daar wil ik even aan toevoegen. Postma die zegt, zolang het maar niet over witte driekwartsbroeken gaat. Ik blijf ook boven de gordel. Ja, ik ga ook niet in de leggings, waar ook veel vraag naar is. Hey, als jij mensen, ook collega-ondernemers, zullen jou vragen van oké, wat raad je me aan? Als er 1 ding is wat jij collega-ondernemers aanraadt als ze hiermee van start willen gaan, wat zeg je ze dan? Je moet absoluut je persoon blootgeven. Ze moeten in jou geloven en in je product, maar ze moeten het ook in jou geloven. Dus laat veel van jezelf zien. Vertel over wat je al gedaan hebt, wat je visie is, hoe jij erin staat. En dat zijn dus tegenwoordig ook hele makkelijk te maken filmpjes en interviews en websites.
Dus ik denk dat voor de extraverte mensen makkelijker is. Je moet echt vermarkten, je moet het verkopen. Het is een, ja, voordat ik mijn product moest verkopen, moest ik mijn crowdfunding verkopen. En nou, mij ging dat gelukkig goed af. Maar je moet het wel kunnen. Je product moet er geschikt voor zijn en je moet er als persoon ook geschikt voor zijn. Ja, maar jij zegt dus, hè, want wat wij eerder constateerden is, tot voor kort kwamen de meeste voorbeelden die je zag, zaten eigenlijk in Nederland, een beetje in de kunst en cultuur en dat soort sector. Maar jij zegt ook voor business, voor zaken is het een geschikt model. Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen. Ja, absoluut. De bar, dat is in Amsterdam, dit is een bar. Ja, Bar Oldenhof. Precies, buurtbewoners. Vind je het leuk dat hier een café komt, doe dan mee. Nou, je kreeg een stukje barkruk of je kreeg een barrekening of je kreeg, ja. Hey, wat ik me nou afvraag, hè, want... Ik kreeg de barrekening, ja. Nou ja, krediet van 50 biertjes of zo. Ja. De barrekening is voor jou vandaag, hè, Stefan. Ja, wat ik me nou afvraag, je zegt het gaat voorlopig goed met je winkel, al hou je wel magazijn sale vrijdagmiddag in Ermelo. Ik weet niet of dat een goed teken is, maar... Wat ik me afvraag, je hebt dus 100 mensen die hebben jou €500 geleend en die heb je 4% rendement op jaarbasis gegarandeerd. Wat gebeurt er als jij volgende week failliet gaat? Ja, dat is de enige escape. Het is risicodragend kapitaal. Dus dat heb je wel contractueel afgesproken? Ja, ik was aanvankelijk zelf bezig met een websiteje en een formuliertje en ik dacht, ik heb geen platform nodig. Ik had zelf wel 10 jaar bij banken gewerkt. Ik wist dat ik in de Volkskrant kwam, dus ik ging toch maar even de wet op de financiële dienstverlening lezen. En daar las ik inderdaad dat het verboden is om bankje te spelen. Want ik neem jouw geld in en ik zeg, ik ga het bewaren, ik ga erop passen en ik geef het straks weer terug. Daarmee speel ik bankje. Ja. Dus dat is verboden. Toen dacht ik, ja, dat is misschien toch niet zo handig. AFM en DNB heeft waarschijnlijk betere dingen te doen dan mij aan te vallen. Maar ja, je zult ze maar een brief van ze krijgen. Dat is vast niet leuk. Laat ik dan toch maar naar zo'n platform gaan. Crowdabout Now is het platform dat ik gebruikt heb. Waardoor ik dus helemaal geen eigen website of software nodig had. En dus hun kleine lettertjes golden. En daarin stond dus, alleen in het geval van faillissement bent u vrij van terugbetalen. Ja. Ja, dan trouwens schiet me te binnen een vraagje aan de expert. Hoeveel crowdfunding platformen zijn er eigenlijk wel niet? Ik heb er vandaag al... Daarom ben ik heel slim verwezen naar de site van twee belangrijke Nederlandse deskundigen. Ja, die hebben een verzamelpagina namelijk. Ja. Zodat ik in het boek een stuk of 10 genoemd heb. Maar ze komen... Je ziet steeds meer specialistische dingen ontstaan. Dus internationaal ook. Je ziet crowdfunding voor de gezondheidszorg, in de wetenschap, in de sport. Het aantal zou ik niet weten, maar nou ja, ik denk dat in Nederland toch gauw 15, 20 denk ik dat je zo wel kan opnoemen. Want jij noemde Crowdabout Now. Hoe ben jij bij dat platform terechtgekomen? Nou, was je tevreden ik over? Ik was vrij vroeg natuurlijk. Ik ben in januari 2011... gaan zoeken en toen waren er 3 die mij aanspraken. Simbit was nog niet begonnen, Seeds was nog niet begonnen, maar Crowdabout Now, we komen er wel. En Seeds heb ik ook wel gesproken. En het klikte en het past het beste met wat ik al uitgedacht had. Dus ik heb er toen zeg maar een klein marktonderzoekje gedaan. Ik heb ze allemaal ook gesproken, al heb je ze natuurlijk op zich niet heel erg persoonlijk nodig, maar het was allemaal nog nieuw voor iedereen. Dus ik vond met hen past het beste bij wat ik wilde. Want ik wilde geen aandelen. Er waren wel mensen die zeiden, ik wil heel graag ook profiteren is een succes, dus wil je ook niet aandelen uitgeven, dacht ik, ja, dan moet ik 2 smaken gaan maken, want de meeste mensen vinden het gewoon fijn om te weten waar ze aan toe zijn. Oké, €500, 4% rente, dus ik krijg dat bedrag terug, prima. Aandelen is natuurlijk is spannender, vager, daar is niet iedereen voor in, dus dacht ik, ja, dan moet ik 2 smaken gaan doen, daar zit de wereld niet op te wachten, let's keep it simple, ik doe gewoon alleen leningen en als het heel erg goed gaat, dan stoor ik nog wel met wat t-shirts, want dat is natuurlijk mijn product en daar is ook waar de vrouw dan blij van wordt. Dus daarom heb ik alleen voor lening gekozen. Oké. Nou, dankjewel. Mooi verhaal. Eventjes voor de goede orde. Je zei, ik heb dit bij me. Dus voor vrouwen in de zaal en mannen in de zaal die het mee willen nemen, schiet zo direct Marijke aan. Ik vind Collis een van de mooie Nederlandse succesvoorbeelden. Nogmaals daarmee gefeliciteerd. Dankjewel. En dank voor je komst. Ja. Dus mocht je dit nou interesseren, ja, het zou zomaar kunnen dat je thuis zit te kijken en je denkt, joh, kan ik daar wat over lezen? Dan heb je hier een boek. Daar heb ik een jaar aan gewerkt. Je kan hem ook voor €2,49 in een digitale kleine versie kopen. Maar voor €12,50 ongeveer is hij te bestellen. En hier al die mensen tientje in de zaal. Hè? Want anders krijg ik straks op een donder dat ik onvoldoende commerciële boodschappen heb gegeven.
Voor jullie thuis. We gaan zo direct weer door als je nu live kijkt. Als je on-demand kijkt, kun je via fastmovingtargets.nl en via YouTube ons hele archief van topnames terugkijken. Inmiddels al een stuk of 110 interviews schat ik zo in. Vanavond nemen we 3 interviews op over crowdfunding. Dus ben je in dat onderwerp specifiek geïnteresseerd, dan kun je die vanaf... als je on-demand kijkt, is het natuurlijk niet morgen. Nou ja, whatever, vanaf de 24e kun je die bij YouTube bekijken. En later deze week ook uitgebreid en uitgewerkt op Fast Moving Targets. Voor wie live kijkt, we gaan zo nog met 1 interview verder. En voor de rest, dankjewel. Dag.